Een hele goede morgen, lieverd. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga dit gezicht even snel fixen en dan zie ik jullie zo meteen weer terug. Zo, dat ziet er alweer wat beter uit. Mijn make-upje zit er lekker op. Ik heb twee keer op mijn lippen. Dat is alweer een tijdje geleden dat ik die lipstick gedragen heb. Maar ik vind dat echt zo'n lekker herfstkleurtje. Dus nu de blaadjes weer van de bomen vallen buiten en de herfst weer volop is begonnen, vind ik het heel erg mooi om die kleur te dragen. Het is een beetje een, ja, wel nude tint, maar een beetje meer bruin-roodachtig. Lekker shiny weer opgemaakt. Sorry hoor. Ik ben het weekend echt nog heel ziek geweest. Heel erg vervelend. Hele weekend eigenlijk bijna niks kunnen doen omdat ik zo ziek was. Echt een beetje grieperig leek wel. Maar ik vind het tegenwoordig heel erg mooi om meerdere highlighters over elkaar heen te doen. Dus wat ik dan doe, doe ik eerst een fluid highlighter. En daarna doe ik er een poeder highlighter overheen. En dan krijg je dus dit effect. Lekker shine, ik hou ervan. Ik ga jullie heel eventjes mijn nieuwe make-up hoekje laten zien. Want ik heb het allemaal een beetje opnieuw ingericht. Kijk hoe leuk. Dit mandje heb ik een tijdje geleden bij de Xenos geshopt. En hier heb ik allemaal mooie producten in zitten van Clinique. En van de Ethos. Allemaal fijne body sprays en dingetjes voor je haar. Hier heb ik dan wat maskertjes staan. Hier staan mijn nagellakjes. Spiegeltje hier, spiegeltje daar. Mijn fijne kwasten die ik eigenlijk elke dag gebruik van Real Techniques. Dit is dan mijn make-up hoekje. Ik heb twee make-up organizers van Josmo. En daar heb ik zo meteen nog een hele toffe winactie mee voor jullie. Dat laat ik jullie zo meteen eventjes weten. Maar kijk hoe chill dit is. Echt, ik heb best wel, ik heb gewoon hier al mijn mooiste make-upjes in gedaan. Dan heb ik hier een laadje voor de blushes. Een laadje voor mijn bronzers en highlighters. En hier heb ik dan een paar paletten in zitten. Hier nog wat andere oogschaduwdingetjes. Hier nog mooie spulletjes allemaal in zitten. Oh ja, en hier heb ik ook vakjes in. Dat is ook super fijn. Kijk, kun je het allemaal super mooi verdelen. Heel erg chill. Mijn lipsticks. Mijn Mackies. Lipsticks. En dan hieronder mijn mascara's. En eyeliners. En dan hierboven heb ik gewoon nog wat spulletjes in zitten. Zo, ik ben helemaal klaar. Ik heb me heel eventjes omgekleed. Een wat andere look dan dat jullie meestal van me gewend zijn. Ik ben namelijk helemaal in het zwart. En ook heb ik wat stoerdere kleding aan. Ik heb namelijk een bikerjack aan. Die is van Most Wanted. Mijn jurkje is vrij simpel. Die is van Dior Die Fashion. Daaronder heb ik een panty van Hunkemuller. Een laarsje van Nelson schoenen. En dat is eigenlijk mijn lookje voor vandaag. Ik heb een choker om van My Jewelry. Mijn nieuwe horloge van Ikki. En ook nog wat leuke zilveren sieraden. Ik ga nog heel even snel wat eten. En dan ga ik op naar Eindhoven. Want daar heb ik afgesproken met Marit. Om foto's te maken vandaag. Het regent helaas wel een beetje. Het is niet heel lekker weer of zo. Maar als het maar droog blijft, dan vind ik het goed. Dus ik neem jullie gezellig wel mee. Hoe heerlijk is het nu dat ik gewoon in mijn eigen autootje naar Eindhoven kan. Echt super fijn. Ik hoef niet op de bus te wachten. Ik hoef niet in de kou te staan. Echt heerlijk. Ik moet wel nog heel even tanken. Vind ik altijd super stom. Met mama's auto was dat altijd een struggle. En deze auto heeft hetzelfde. Die heeft bij dat klepje, zal ik maar zeggen. Dan moet je eerst het klepje open doen. En dan moet je je sleutel erin doen. En dan zo draaien om die tankdop open te krijgen. Maar het is echt heel ingewikkeld. Gewoon niet gemaakt voor vrouwen dat. Wie kent het? Echt zo vervelend. Ik sta er altijd te struggelen. Heel vaak komt er ook iemand naar me toe van moet ik je helpen? Dat vind ik dan altijd wel heel erg fijn. Dus kijk of het nu in één keer lukt. De oefening baart kunst misschien. En ik moet een klein beetje opschieten. Want ik heb om 14:15 afgesproken. Het is nu
1:15 en het is toch wel zeker een half uurtje rijden. Dus dan zie ik jullie zo meteen in Eindhoven. Aangekomen in Eindhoven en het regent buiten mega hard. Dus we zijn even binnen gaan zitten. Dat is Marietje. Dat ben ik. En we zitten bij de oude Leidingstraat. Onder de Leidingstraat. En ik heb een lekkere warm chocomel en een carrotcake. Ik zal het jullie al even laten zien. Allemaal mini marshmallowtjes in lekker wel. Altijd een tonietje erbij. En deze gaan we daar eens even lekker proeven. Het ziet er heel goed uit. Ik zit weer in de auto. De shoot was geen succes. Zoals je kunt zien is het echt vies regenweer. Het heeft gewoon de hele middag geregend. En ik heb besloten om wat te gaan drinken met Marit. En we hebben lekkere carrotcake gehad. Het was super lekker. Dus geen foto's voor vandaag helaas. Ik heb wel heel eventjes wat foto's gemaakt met die drankjes die ik nog op de foto moest zetten. Telefoontje erbij pakken. Dan zet ik mijn navigatie aan naar thuis. Ja, ik weet het heel erg. Ik rij altijd op mijn navigatie. Ik zit weer over mijn internet heen. As usual. Dus dan laat hij zo slow. Wat ik helemaal gek van. Ik kan gewoon niet wachten totdat ik een nieuw abonnement kan pakken. In december mag ik een nieuwe telefoon. Oh, oh. Wordt gestuurd. Ga in noordwestelijke richting op Antonielma. Uitstrijd je begin van de Edenhoeklaan. En ga dan rechts of naar Marconielma. Oké. Okay. Maar wat ik jullie dus wil zeggen, ik kan gewoon niet wachten tot ik een nieuw abonnement pak. 1 gigabyte internet en ik heb 16 MB voor mijn telefoon. Dat is gewoon veel te weinig. Dus dat ga ik eventjes uitbreiden. Oké, okay, ik vind het heel lastig om altijd te vloggen in de auto. Maar ik heb mijn camera nu heel eventjes daar neergezet. Ik hoop dat die blijft staan. Zeker als ik dadelijk een bocht ga maken. Ik ben weer lekker thuis en ik had het echt heel erg koud. Dus ik heb lekker mijn comfy trui aangetrokken van Kim's. Echt heerlijk vind ik die. Ik ga zo meteen lekker even wat eten. Volgens mij is deze vlog echt heel erg kort. Ik ga daarna naar Dennis. Gaan we weer een Grand Hotel kijken. We hebben het bijna af. Zo spannend. Ik ben echt heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Lekker koelen op de bank. En morgen moet ik weer vervangen bij de kleuters. Dus ik heb al wat leuke activiteiten bedacht die ik morgen ga doen. Ik zal heel even kijken of ik morgen verder vlog. Anders woensdag. Dan zie ik jullie dan weer. Goedemorgen allemaal, of eigenlijk goedemiddag allemaal. Het is alweer middag. Ik heb 's ochtends niet kunnen vloggen, want ik ben vanochtend gaan werken bij de kleuters. Maar ik heb nu echt heel erg haast, dus ik kan eigenlijk niet zoveel kletsen. Ik zet de camera gewoon heel even daar neer, want het is al 2:15. Ik had om 2:00 afgesproken met Marit in Eindhoven. Oeps. En Marit had mijn berichtje verkeerd gelezen, dus die is er al. Want ik had even doorgegeven dat ik later was. Ik kon het echt niet halen, omdat ik 's ochtends moest werken. Ik rij nu heel snel naar Eindhoven. Ik praat jullie zo meteen even bij. Ik ben nu onderweg en ik kan gewoon geen goede / handige manier vinden om mijn camera neer te zetten. Ik heb geen idee hoe hij er staat nu. Maar volgens mij is er heel veel hier boven mij. Heel veel ruimte nog. Ik krijg hem even niet anders. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe andere bloggers dat doen. En ik werd net gebeld door Robin van Josh V. Vind ik altijd echt een super lieve meid. En misschien hebben jullie de vorige keer al mijn samenwerking gezien met Josh V. Had ik echt een super toffe outfit uitgekozen. En nu komt er weer een hele gave samenwerking aan. Er komt binnenkort weer een sample seal aan waar ik bij ben. Maar daar kan ik nog niet te veel over vertellen. Als ik daar meer over weet, ga ik jullie dat zeker zeggen. Want ja, die sample seals zijn gewoon altijd super gaaf. Kleding van Josh V is natuurlijk iets prijziger. En niet iedereen heeft dat geld. Maar tijdens de sample seals kun je de kleding van Josh V echt voor veel, veel goedkoper kopen. Dus dat is echt gewoon chill. Dan heb je gewoon kwalitatief goede en mooie kleding voor een lagere prijs. Ik ben erbij. Hoop jij ook. Lijkt me super gezellig om jullie eens een keer te ontmoeten allemaal. Daar ben ik dan in Eindhoven. En ik heb mijn autootje net hier neergezet. Ben ik netjes geparkeerd of ben ik netjes geparkeerd? Zo, ik ben er nu. We gaan zo meteen foto's maken. Ik zal jullie heel even snel laten zien wat ik aan heb. Dit is die nieuwe jas die ik heb van Gesponnen Suiker. Die winkel, echt super leuk. Echt een fluffy jas. Hij is een beetje langer ook. En hij is beige, wittig, met licht grijs. Daaronder heb ik een bomberjack van Ravet. Hele mooie bruine kleur, zwerde lookje. Daaronder een panter shirtje van Lovies. Mijn broek is van Josh V met gaten op de knieën, heel erg tof. En mijn schoentjes zijn van Poelman, die heb ik bij van Nelson schoenen. Dus dat is echt mijn lookje van nu. We lopen weer buiten, het zonnetje schijnt lekker in mijn gezicht. Echt super chill dat het nog zo lekker weer is. Wel een heel mooi beeld zo te zien, maar kijk mijn lookje. Ik vind hem zo leuk. Ik heb mijn top aan van Lovies met van die leuke wijde mouwen. Vind ik echt super leuk. Daaronder heb ik mijn broek aan van Lolly's Laundry. Pantenbroekje en schoentjes van SPM. Ik ben helemaal wit. Dus dat is mijn lookje en mijn tasje van Ikkie met gouden hengsels. Echt super leuk. En hier tegenover ons liggen heel veel mooie herfstbladeren. Dus gaan we even een leuke herfstfoto's maken. Kijk.
Dit wordt ons achtergrondje voor zometeen. Ik ben al even omgekleed. Ik wilde jullie deze outfit heel even laten zien, omdat ik die echt super leuk vind. Mijn blouseje is van Gotcha. Kijk hoe leuk. Ik zal het even zo filmen. Een beetje doorschijnend met van die zwarte stipjes. Vind ik echt heel erg tof. Mijn rokje is weer van Kiki Riki. Ik had net ook zo'n leuke tutu aan. Mijn laarzen zijn van Sasha Shoes. En mijn tasje van Ikki. Nou, het gaat heel goed met shoot. We hebben al een heleboel leuke lookjes gehad. Moeten wel een beetje opschieten, want het wordt bijna donker. En ik wil jullie nog heel even de outfit laten zien die ik nu aan heb. Dit vestje, zal ik maar zeggen, is heel leuk licht roze. En dat is een beetje zwerdachtig. Die is van Taco. Daaronder heb ik een top, meer een beetje leopardprint. Die is onder wat, ja, aan de voorkant wat korter. En aan de achterkant heel wat langer. En die is van de Anna Alcazar. Echt heel erg leuk vind ik dat printje. Dan heb ik mijn ketting erbij van Josh V. Zoals jullie zien heb ik hier ook die armband van Josh V. Broek van Josh V, weer diezelfde als net. En weer mijn schoentjes van Nelson. Dus gewoon een hele casual look. Heel draagbaar. Ik vind het echt super leuk. Jee, wij zijn klaar met foto's maken. En zoals jullie kunnen zien is misschien achter mij al best wel donker buiten. Gelukkig zag je dat helemaal niet op de camera. Maar het heeft de camera goed ingesteld dat je dat niet kon zien. Ik wil nog heel even de laatste outfit laten zien. Want ik heb echt een hele leuke nieuwe jas van Anna Alcazar. Ik ga hem even in de spiegel laten zien. Kunnen jullie wat beter zien? Het is de jas. Hele lange jas. Echt een soort watervaljas. Met zo'n watervalhals, zeg maar. En hij heeft een heel leuk printje. Heel erg gaaf. Daaronder heb ik mijn trui van Ellen Red. Grijze trui. Heel mooi afgewerkt met allemaal steentjes. Super leuk. Mijn leren broek van Kim's, die had ik al een tijdje. Ja, ik vind het gewoon echt heel erg leuk, zo'n leren broek. En dan mijn overnieuw laarzen van Sasha Shoes. Hier is nu een rommeltje. Gaan we even snel opruimen en dan zijn we klaar. En nu lekker thuis. Het is al helemaal donker, dus ik sta hier echt zo vol in de lamp. Maar goed, het was best wel druk op de weg. Ik heb ook echt heel veel honger gekregen. Een pizzaatje in de oven gedaan. Die ga ik zo meteen lekker opeten. En daarna ga ik tv kijken. Eventjes kijken wat ik leuk vind. Ik weet niet wat er op vrijdagavond eigenlijk op is. Ik kijk bijna nooit tv. Ik kijk meestal series of zo. Maar Dennis heeft een feestje vanavond. Dus ik kan de serie niet verder. Kijk, we hebben Grand Hotel bijna af. Nog 2 afleveringen. Super spannend. Dus eventjes kijken wat er vanavond opkomt. Bedankt allemaal weer voor het kijken. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vond je de vlog leuk? Doe dan vooral even je duimpjes omhoog. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!